Dames en heren, welkom in deze breakout sessie. We gaan het hier hebben over samenwerkingsprojecten die allemaal bijdragen aan de flexibilisering van het onderwijs. Ik heb drie gasten vandaag, waarvan twee inbellen en één hier op de bank zit. Ik stel ze even aan u voor en we proberen met hun verhalen een beeld te krijgen van hoe ze dat hebben aangepakt, waar ze tegenaan zijn gelopen, welke lessen ze hebben geleerd, zodat wij daar ook allemaal van kunnen leren. Zal ik beginnen, Ulrike, zal ik met jou beginnen? Je bent programmadirecteur flexibilisering en open en online learning. Yes. Hele mond vol op de Wageningen Universiteit. Daarnaast ben je aanvoerder van de versnellingszone flexibilisering. En trotse winnares van een onderwijs award gisteren. Daniela zie ik in beeld. Daniela, kan jij ons ook horen? Ja, heel duidelijk. Goedemiddag. Goedemiddag, Daniela Trani. Je zit in Maastricht. Ben je ook in Maastricht? Ja. En jij bent van de JUVE. Wat is JUVE? Het is de Young Universities for the Future of Europe Alliance. Een van de eerste 17 consortia die zijn geselecteerd door de Europese Commissie om een Europese universiteit of verschillende modellen van Europese de universiteit op te bouwen. Oké, en dat is dus een internationaal samenwerkingsproject ook. En verder, Hans van Driel. Ja, kan jij ons ook horen? En ja, we kunnen je ook zien. Jij bent coördinator van Kies op Maat. Ja, dat klopt. Ik wil er nog even aan toevoegen dat ik ook bij studiekeuze in de drie werk. Maar voor Kies op Maat ben ik verbonden aan SURF. En Die samenwerking coördineer ik. Oké, nou daar gaan we dadelijk over doorpraten. Mensen die deelnemen aan deze sessie hadden een soort van inlooppol. Met de vraag, misschien kunnen we de poll even in beeld krijgen. De vraag hoe zij aankijken tegen flexibilisering. Het is goed als onze studenten delen van hun opleiding bij andere instellingen kunnen volgen. Nou, er is niemand die hier vandaag kijkt die zegt, nee, dat gaan we niet doen. Dat is heel goed nieuws natuurlijk, uiteraard, dat men dit al ziet. Ja, ja, want tegelijkertijd kan je natuurlijk ook wel zeggen, sommige opleidingen zouden kunnen denken, ja, als ik ga flexibiliseren, dan gaan we ook concurreren. Dan gaan mijn studenten ergens anders naartoe. Ulrike, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou ja, ik weet niet of je dat als concurrentie moet zien als aanvulling. Ik bedoel, we hebben allemaal verschillende terreinen. We zijn goed in andere dingen. We zijn complementair aan iets anders, verschillende specialisatie. Je kunt juist zien, door dat samen te brengen, liggen een groter mozaïek. En ja, misschien moeten we iets minder dat doen wat we allen doen, of ons daar iets meer gunnen. Dat zou kunnen. Ja. Je hebt ook verschillende opleidingen. Sommige zijn veel duidelijker. Je wordt niet chirurg door heel flexibel een programma bij elkaar te googlen, om het oneerbiedig te zeggen, maar andere terreinen hebben zeker veel meer keuze, of daar zitten meer keuzemogelijkheden in. Ja, dan ben jij projectleider ook van het project Studentmobiliteit. Ja. Ja. Wat is dat voor samenwerkingsproject? Nou, dat is een samenwerkingsproject van drie universiteiten. De Wageningse Universiteit, Utrecht en Eindhoven. We zijn ook een alliantie. We zijn een alliantie omdat wij complementair zijn aan elkaar. En ons project richt zich op het volgende, op het volgen, makkelijk volgen van vakken bij elkaar. Dat is in Nederland op zich reeds mogelijk en dat doen ook studenten, maar als ze dat doen, lopen ze eigenlijk tegen een aantal drempels op drie niveaus. A, administratief, alles zit eigenlijk bij de instelling en rondom de opleiding. Dus mijn NAW-gegevens, dat ik me heb geïdentificeerd enzovoort. Twee, didactisch, hoe is eigenlijk een cursus opgebouwd die ik bij iemand anders wil volgen? Heeft die ook tijd en plaats onafhankelijkere elementen of moet ik dagelijks reizen? Drie, wet en regelgeving. Denk aan, is er überhaupt een plek voor mij? Wat moet ik voor voorkennis hebben? Wanneer moet ik me inschrijven? Wij proberen nu dit samen te brengen in één in omgeving. Aan de ene kant tonen we vakken die we vooraf hebben geselecteerd, die ook tijd en plaats onafhankelijker zijn. Tegenwoordig is dat veel makkelijker dan nog een jaar terug. Toen zagen we er eigenlijk nog obstakels
maar veel gebeurt al remote. Maar we hebben ook samen met SURF gekeken dat wij nu een nieuwe infrastructuur ontwikkelen, de EDU-ID, eigenlijk het sleuteltje waarmee de student de sissen met elkaar kan laten praten en de gegevens met dus uitwisselbaar worden en hij niet alles opnieuw moet invullen. En drie, we regelen binnen dit verband natuurlijk ook alle andere afspraken, financieel en inschrijvingen, weet ik wel, wat we daarmee moeten doen. Ja, en dat doe je dan met drie universiteiten in dat project. Is dat ook de bedoeling om dat zo te houden en te zeggen, nou, dat hebben wij mooi voor elkaar? Dat is zeker de bedoeling dat dat groter wordt. Ten eerste kunnen andere samenwerkingsverbanden aansluiten, maar je kunt het ook voorstellen dat dat nationaal wordt. Dat we allen vakken hebben waar we zeggen, goh, die zijn misschien volgbaar voor heel Nederland. Dat de student uit Maastricht straks ziet, oh, dat is een leuke vak in Groningen. Misschien remote aangeboden en dan moet ik het met één klik of met meerdere klikken ook kunnen volgen als het past binnen mijn programma. En daarvoor is eigenlijk nodig dat wij ons anders organiseren. Wij moeten ons op deze beweeglijkheid van studenten, juist als vakken ook een stukje tijd en plaats onafhankelijk, zeg ik steeds, meer digitaal worden, dat dat ook makkelijk mogelijk wordt. Wat zeg jij dan tegen mensen die zeggen van ja, maar ik wil juist mijn eigen profiel van de universiteit of de hogeschool instelling behouden. Ik wil dat scherp hebben binnen mijn eigen instellingen en ik zie dat verwateren als ik studenten... Ik weet niet of het verwatert. Een collega van mij zegt altijd, het wordt de Lonely Planet Study Guide. En je hebt de hoofdroute en de nevenroute en de hoogtepunten. Ik denk dat sommige studenten altijd bij één instelling en één programma zullen blijven. Maar dat sommigen meer behoefte hebben te kijken. En het zal ook afhangen van de opleiding. Wat ik zei, geneeskunde heeft andere gegevens dan dat je iets nu wordt wat met klimaatverandering te maken hebt, energietransitie of andere problemen. En daar is het heel fijn als je kunt combineren uit het aanbod van verschillende instellingen. Ja, oké, dankjewel. Daniela, jij doet iets vergelijkbaars natuurlijk in die samenwerking, maar dan op internationale schaal. Zou je ons kunnen vertellen hoe dat binnen UV gaat? Zeker. Wij zijn 1 jaar geleden begonnen. Dus onze alliantie als project of initiatief in implementatiefase is vorige week 1 jaar oud begonnen. We hebben net de eerste verjaardag van Juve gehad. Gefeliciteerd. Dankjewel. We zijn heel trots erop en heel trots dat... ook in dit jaar, waar de COVID-pandemie uiteraard een grote uitdaging heeft gebracht naar ons initiatief en ook naar alle die andere 16 initiatieven die waren net gelanceerd. Afgelopen zomer hebben we de eerste onderwijsprogramma gelanceerd, de UFA Introduction Offer, en 2 weken geleden ook de tweede, de UFA Diploma Supplement Track. Hoe werkt het binnen UFE? We zijn met 10 universiteiten. Maastricht University is de kaarttrekker van die alliantie. Er zijn 9 andere Europese universiteiten in 9 landen en 4 niet-academische partners die hebben bedacht, we hebben sterke programma's. Die zijn ook heel goed verbonden aan de jobmarket. Laten we onderwijscursussen identificeren die complementair zijn met elkaar. Dus wat wij doen als een student, bijvoorbeeld in de tweede bachelor van European Studies in Maastricht zit, kan hij of zij een aantal cursussen kiezen bij meerdere van die andere UFE-universiteiten. Maar dat is alleen een van de ingrediënten van de UFE-training. Daarnaast kunnen onze studenten ook vrijwilligerswerk doen in een van de steden van de UFE-universiteiten. Ook professionele ervaring doen bij de bedrijven of bij de start-ups, de spin-offs die zijn verbonden of die zijn in de regio van onze universiteiten. En ook taaltrainingen. Wat we willen uiteindelijk is dat de studenten niet alleen academische kennis
kunnen bouwen, maar ook dat ze andere vaardigheden kunnen bevorderen door mobiliteitservaring, professionele training, maatschappelijk werk en taaltraining. Op deze manier denken wij dat ze best zelf kunnen ontwikkelen als professionals, maar ook als burgers. Oké. En tegen wat voor soort belemmeringen, if any, hè, maar tegen wat voor soort belemmeringen lopen jullie aan bij die samenwerking? Ik zou tot vanavond daarover kunnen hebben. Met Oké. Nou, ga je gang. Wij leunen rustig achterover. Nee, kort. Maar we hebben hier alle heel veel uitdagingen, belemmeringen gevonden. Maar er is ook heel veel een grote commitment en passie van alle instellingen om bijvoorbeeld de uitdagingen die betreffen verschillende kaders, hè, qua wettelijk kaders, maar ook de financiële beperkingen, omdat we hebben een hele beperkte budget en hele grote ambities. Mm-hmm. Dus het is niet vanzelfsprekend om een compromis te vinden tussen de realisatie van die ambitie en wat je eigenlijk hebt om ze waar te maken. Oké, en wat zie jij als wat voor jullie de sleutel is om toch succes te boeken? Waar boek je in die, nou ja, in die lastige situatie met die belemmering, waar boek je dan toch winst? Ja, omdat we hebben een student-centered aanpak. Studenten staan centraal, niet alleen in de pedagogische aanpak, maar ze zijn ook co-creators van onze alliantie. Dus ze adviseren ons, ze brengen nieuwe ideeën. De stafleden zijn enablers van deze ontwikkeling. En wat ik kan zeggen is dat iedereen met hart en ziel heeft gewerkt. Oké, bedoel je dan dat studenten concrete oplossingen aandragen voor hoe je over, ik noem maar even de regelgeving waar je het net over had, of de beperkte middelen, om dan toch stappen te boeken? Wat doen die studenten met hun commitment en hun bijdrage aan het bevorderen van de samenwerking? Nou, de studenten dragen bij met ideeën. Bijvoorbeeld, hoe bouw je een Europese universiteit? Wat is relevant voor jullie? En wat zij samen met de kartrekkers van de Youth Student Journey hebben bedacht, is om een co-creatie overeenkomst voor studenten. Dus de student die beslist, ik wil hier graag meedoen als student, tekent ook een overeenkomst als medeontwikkelaar. Okay, yeah. En hun input wordt echt meegenomen, hè, in ons project. Ze zijn niet die oplossingen bedenken voor de wettelijke knelpunten, zeg maar. Voor die hebben we experten. En die zijn niet alleen voor Juve om op te lossen, maar eigenlijk voor alle Europese universiteiten en hun landen en de Europese Commissie. Dus het is een aanpak die niet alleen binnen die alliantie gestart moet worden, maar ook met die andere stakeholders. Ja. Voor de financiering wordt ook door de universiteiten heel veel geïnvesteerd, maar ook door de individuen. Dus heel veel die ook iedere stafmembers bijdraagt, uit eigen tijd ook. Ja, en dat is ook waarom je hamert op dat commitment dat jullie met elkaar hebben. Want dat vergt dit wel echt, de inzet ook in tijd en kennis van iedereen die daarbij betrokken is. Laten we even kijken naar uitdagingen die je tegenkomt als je gaat samenwerken. We zijn benieuwd wat mensen die nu zitten te kijken. Ik zie ondertussen trouwens ook wat vragen op de chat binnenkomen die ik jullie zo ook ga stellen. Maar even naar de poll toe. Welke uitdagingen ziet u als het gaat om samenwerking? Welke drempels houden ons tegen om samen te werken aan flexibel onderwijs? Wij hebben een aantal onderwerpen nu besproken. En deze poll, die laten we gewoon even open staan, terwijl wij het gesprek voeren ook met Hans. Dus u kunt ondertussen nog onderwerpen of uw antwoorden geven. Hans van Driel, bent u er nog?
Ik ben nog steeds. Hartstikke fijn. Dat is altijd heel geruststellend om dat te horen. Jij vertelde, Kies op Maat, dat loopt al een tijdje. Jij bent er eigenlijk ook degene met de langste praktijkervaring. Zou je wat meer kunnen vertellen over Kies op Maat en wat je ervaringen zijn? Ja, nou, Kies op Maat heeft eigenlijk vergelijkbaar met studentmobiliteit als doel om dat gemeenschappelijke aanbod van de deelnemende instellingen bekend te maken en te delen met elkaar. Ook de studenten helderheid geven over hoe ze daar dan gebruik van kunnen maken. Dus hoe meld je je aan, hoe en waar schrijf je en ga ze maar door. Wat we ook belangrijk vinden is dat de studenten vooraf zekerheid hebben dat als ze een half jaar bij een andere instelling aan de bak gaan, want het gaat vaak over minoren, dat ze er dan ook zeker van zijn dat ze vooraf weten dat dat zo'n minor in de plaats kan komen van de minor die ze normaal gesproken binnen de eigen instelling zouden kiezen. Vandaar dat we ook de examencommissies betrekken bij het aanmeldingsproces. En dan is er nog een element wat tot nog toe nog niet genoemd is. Er zijn instellingen die dus honderden studenten van andere instellingen ontvangen om een half jaar studie te volgen. En we hebben ook afspraken gemaakt over verrekening, zodat die instellingen ook vergoed worden voor al die extra inspanningen. En misschien heb je het al gezegd, heb ik niet goed opgelet, maar om hoeveel minoren gaat het nu? Nou, het gaat vooral nu om het aanbod van 31 instellingen. Ik zou eigenlijk het aantal minoren niet eens weten, uit mijn hoofd. Maar en er zijn gemiddeld zo tussen de 5.000 en 6.000 studenten per jaar die er gebruik van maken. Oké. En dat zijn niet altijd een half jaar minoren. Er zijn minoren van verschillende omvang. En daarom werken we ook met leerovereenkomsten, zodat studenten en de thuisinstelling en de gastinstelling ook goed op de hoogte zijn van wat de inhoud is, wat de omvang is, de planning, ga ze maar door. Ja. Dat is een flink aantal. Wat heeft daarin, als je daarop terugkijkt, wat heeft goed gewerkt? Nou, vooral eigenlijk het heel veel keren overleggen met zoveel mogelijk instellingen bij elkaar. Ik las in die poll ook iets over concurrentie en dat soort zaken. Dat speelt helemaal niet. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Okay. Dus iedereen die zoekt naar een optimale bediening van zijn eigen studenten. En het is natuurlijk prachtig als je daarbij zo'n heel rijk aanbod aan je eigen studenten kunt aanbieden. Maar ook dat je jezelf kunt profileren voor studenten die niet eens bij jezelf ingeschreven zijn. Maar dat je wel kunt laten zien hoe goed jouw onderwijs is. Ja, en je zegt heel veel overleggen. Daar is, hoor ik uit deze woorden, ook niet superveel overtuiging voor nodig, omdat instellingen zien dat het ook in het belang is van de studenten en daarmee uiteindelijk ook van de instellingen zelf. Maar je loopt wel tegen allerlei drempels aan die te maken hebben met hoe een studiejaar is ingedeeld. De ene minor is de andere niet. Hoe kom je daar doorheen? Nou, het grappige is dat de instellingen in gezamenlijkheid vanzelf tot afspraken komen om dat wat meer naar elkaar toe te trekken. De minoren zijn over het algemeen nu georganiseerd per periode, waardoor een student veel makkelijker ook op reis kan gaan om het onderwijs elders te volgen. Ja. Dat is misschien ook een verschil met wat ik net hoorde. We hebben het veel gehad over remote onderwijs. Bij Kies op Maat gaat het heel vaak over echt fysiek ter plaatse onderwijs. Studenten kiezen hier met de benen. Ja, en dat is ook een minor is natuurlijk wat anders dan weer een apart vak waar jij het in jouw project ook over hebt. Ja, wij richten ons inderdaad eigenlijk nog op de kleinere eenheden. En ook niet per se dat alles online is, maar dat je het ook anders organiseert. Want hoe meer digitaal of digitale elementen, die zijn nou eens makkelijker toegankelijk. En dan is de beweging van de student ligt veel dichterbij. Ja. En daarop zijn we eigenlijk totaal niet georganiseerd. Nee, oké, helder. Zullen we even kijken naar de resultaten van de poll? De vraag die we u stelden voordat we met Hans gingen praten. Ja. Welke drempels houden ons tegen? Wat valt jou op? Kan je het lezen, Ulrike? Ik kan het ongeveer lezen en ik zie het eigenlijk overal.
En daar staat administratieve systemen. Nou, dat is helemaal waar. Dat is dat wat wij zeiden. Van nou, je kunt niet van het ene SIS makkelijk naar het andere SIS data sturen. Nou, mag ook niet. Dus daar moet een andere informatiestroom van de in gang komen. Maar ook wat Hans net aansprak, natuurlijk, we hebben allemaal verschillende periodes en verschillende examenperiodes en al dit. Als we dit eerst oplossen, want daar zijn ook administratieve systemen mee verbonden, dan zijn we nog over 10 jaar aan het praten. En wij zeggen, maak die vakken wat flexibeler weer en in iets meer met digitale middelen en dingen. En laat de student kiezen hoe hij zijn eigen pakket samenstelt en of hij een keer ook misschien 3 vakken wil volgen. Wat denk je waar mensen als mensen, want dat is toch wel de grootste categorie, hè? Administratieve systemen die niet aansluiten. En het financiële hebben we het net over gehad, maar wat bedoelen ze dan vooral, denk je, als ze zeggen administratieve systemen die niet aansluiten? Alles. Het is bijna, bijvoorbeeld dat ik me voor een bepaald moment aangemeld moet hebben. Dat ik een bepaalde cursus op een bepaalde manier in een SIS verschijnt. Het is eigenlijk, wij hebben overal administratieve systemen, study guides, hoe we beschrijven, wat we doen. Het is ook niet alleen het systeem, maar ook de informatie die daarmee gekoppeld is. En daar zit eigenlijk een hele slechte aansluiting. Wat ik zei, omdat het alleen over opleiding en instelling gaat en niet om beweging van een student. Ja. Als we de student centraal stellen, hij krijgt een portfolio, hij beweegt zich daarop heen, dan wordt dat vanzelf anders. Ja. En dan komt de financiële dingen ook natuurlijk om het hoek. Ja. Daniela, die zorgen of die drempels over de administratieve systemen, hoe zie je dat op die internationale schaal waar jij op opereert? Ik kan jou een heel praktisch voorbeeld geven. We hebben dus 10 universiteiten met eigen programma's, eigen studenten. Onze eerste aanboden zijn gestart met 100 studenten totaal binnen die alliantie, 10 per universiteit. Dus deze studenten zijn alle studenten bij een van de partners en ze kiezen een aantal cursussen bij die andere. We hebben 2 weken geleden een UFE Virtual Campus Student Portal gelanceerd, waar de studenten zich kon aanmelden voor de diploma supplement. Dus zij moeten eigen data daar leveren en dan via de universiteiten moet alles bewerkt worden om de selectie te doen, om te zeggen, oké, deze studenten worden dan die eerste 10 studenten voor ons. Dus er is een dataverkeer tussen de universiteiten, ja, die moet geregeld worden. Dus er moet een data privacy agreement aangesloten worden met de provider, een joint controlship agreement tussen de universiteiten en data en werkverkeersovereenkomst. En het is mogelijk, maar het is wel uitdagend. Ja. Het zijn 10 verschillende instellingen met ook nationale kaders. En de processen binnen iedere universiteit zijn anders. Ja. En dat kost tijd, ja, en dus geld. En wat Hans zei, ik vind het heel belangrijk. Hij heeft het benadrukt. Het is belangrijk om met zoveel instellingen mogelijk te praten. Dus als je niet met elkaar praat, je kent elkaar niet en je kunt niet de beste oplossing vinden voor jouw studenten en om die administraties goed bij elkaar te brengen. Ja, en je zegt dus eigenlijk, het is pionieren wat we doen, het is uitdagend, maar het is wel mogelijk. Wat jij zei over die EduID, dat haakt natuurlijk ook hierop aan. Dat zijn eigenlijk nieuwe ontwikkelingen. Ne? Van, er wordt ook op andere tafels, Rio, in informatiekamer en alle dingen, wordt gesproken hoe je op een andere manier de student eigenlijk informatie kunt ordenen en stroomlijnen en waar die ook hoort. En dat zijn, ja, daar ben ik niet de expert in, maar dat gaat om hele andere manieren van denken. En ook dat, ja, kijk, ik snap, het is niet dat je niet moet praten, maar sommige dingen moet je ook eerst maar eens in een klein verband laten zien. Je moet een ontwikkeling in gang zetten om later en praten op nationaal niveau eigenlijk mogelijk te maken. Want anders stopt het eigenlijk meteen. Oké.
Ik zat even op mijn scherm te kijken, want ondertussen heb ik een vraag in de chat die een tijdje geleden al voorbij kwam. En die had ook met dat financiering te maken. Want hij sloot denk ik ook aan op toen jij zei van ja, we proberen dat in het gesprek onderling met de universiteit of met de instellingen te regelen. En Joris Aerts zei van is er niet een landelijke aanpassing nodig in het financieringssysteem van het onderwijs? In plaats van alles onderling te regelen tussen instellingen. En er kwam er in de chat een hele discussie daarna over, weet je hoe ingewikkeld dat is? Maar even deze suggestie? Absoluut. En dat komt ook. Maar dat komt pas als we laten zien dat die druk ontstaat dat steeds meer studenten bewegen. Ja. In kleine aantallen is de gesloten beurs of even een factuurtje op en neerstellen te doen. In grotere aantallen niet meer. Maar volgens mij wordt ook in de landelijke politiek wel degelijk nagedacht aan de hand van onze voorbeelden hoe je dat anders moet kunnen doen. En ja, het loopt uit op ooit een meer studentgebonden rugzakje waar je natuurlijk heel anders afrekent. Ja, en maar daar zeg je nogal wat. Ja, ja. Joris zegt een goede aanleiding om dit weer eens ter discussie te stellen. Veel mensen mailen en doen en misschien komt het dan. Ja. Hans, herken jij dat, dit punt? Ik herken dit zeker. De financieringen zijn van de grootste discussies geweest rond kiesopmaat. Ja. En we hebben tussentijd ook nog een keer we hebben het eigenlijk opgelost door gewoon een afspraak te maken. Dit is het tarief wat we gaan hanteren. Dat gaan we met z'n allen doen. Nou, dan loop je al een beetje vooruit op landelijke veranderingen die voorlopig toch nog niet komen. En we hebben één keer een nieuwe discussie gehad om dat tarief te gaan verhogen. Want ja, als je 12 jaar draait, dan ontwikkelen de financiën zich ook. Dat is een hele grote discussie geweest. Maar eigenlijk is nog steeds, zolang de buitenwereld niet verandert, werken we met gemeenschappelijke afspraken. Dus laten we met z'n allen één tarief hanteren en dat onderling hanteren. En dat geldt eigenlijk wel het knelpunt wat we tegengekomen zijn. Ja. Sluiten de systemen niet op elkaar aan. Dan gebruiken we wat meer papier om die aansluiting te regelen, zolang het nog niet geautomatiseerd kan worden. Ja. Maar dat vraagstuk natuurlijk komt op het moment dat iemand... We hebben 120 studiepunten en een master. Laat me nou eens 40 of 50 elders halen en niet 6. Ja? Dan is de vraag wie krijgt eigenlijk de financiering, de diplomafinanciering. Dan komt dat automatisch. Dan wordt dat ook op alle politieke tafels gespeeld, denk ik. Ja. Want dan dat komt de grenzen van ons systeem in zicht. Oké, ik heb nog twee vragen die ik uit de chat zou willen halen. Een van de vragen is, hoeveel mobiliteit verwachten we eigenlijk? Wat is het potentieel? Omdat je aanbod creëert natuurlijk ook weer vraag, maar hoe zien jullie dat? Hoe zie jij dat, Ulrike? Is het potentieel van mobiliteit nog veel groter dan we nu denken? Ik denk dat het potentieel van mobiliteit heel groot is, maar dat we allen daaraan moeten wennen. Wij hebben allemaal nog beelden in ons hoofd van je gaat aan één universiteit studeren, je kiest één opleiding, daarop selecteren we, hoe werven we en alles. En dat zit heel ingebakken. En die idee dat ik makkelijk me kan oriënteren, die is er nog helemaal niet. Los van het oriënteren is niet makkelijk. Dat is juist wat ik zei. Dat is een hele zoektocht met heel veel drempels. Dus vandaar dit langzaam afbouwen en in samenwerkingsverbanden als zo'n alliantie beginnen met terreinen rondom sustainability of One Health of zo, waar we ook werkelijk iets meer aan elkaar... Denk ik dat dat ook iets is wat gewoon komt. En dat is de weg die wij in ieder geval willen bewandelen. Ja. Maar het is nog even, dat duurt nog een paar jaar, denk ik. Oké, Daniela, hoe zie je dat internationaal gezien? Is het potentieel voor samenwerking en dus eigenlijk ook voor studenten die... En we kennen natuurlijk al jaren de Erasmus-projecten, maar dit is wat jij doet is wel echt fundamenteel anders. Hoe groot is het potentieel? Ik denk dat deze antwoord is heel verbonden aan de vorige vraag over financiering. Ja. Omdat wij willen, Juve als Europese universiteit wil inclusief, open zijn met de studenten centraal. Maar alle studenten moeten dezelfde toegang kunnen hebben tot dit soort onderwijs. Hè? In Nederland met de initiatieven van Ulrike en Hans en in het buitenland met initiatieven zoals Juve. Dus je moet deze mogelijkheden openstellen voor iedereen, voordat je eigenlijk kan bepalen hoe groot kan de mobiliteit zijn. Ja, want de vraag...
En ik denk dat de potentie, als je de juiste structuur bouwt, is heel groot. Vooral nu zijn de studenten, de jonge mensen, ze hebben heel veel interesse in andere culturen, in andere landen. En als je iets biedt die hen ook deze kansen kan bieden, ik denk dat heel veel gebruik zal worden gemaakt. Maar zoals Rieke zegt, flexibiliteit is heel belangrijk. Ja. Een student kan behoefte hebben tot veel cursussen bij verschillende universiteiten. Een andere student wil juist een paar maanden besteden bij een van de universiteiten. Dus we moeten een onderwijs op maat bouwen, met woorden van Hans en zijn collega's, voor onze studenten in Nederland zoals in het buitenland. En bij ons is de vraag rondom financiering nog meer complex. Ja, oké. Okay. Danielle, dank je wel. Wij moeten afronden. Hans, dank je wel voor je inzichten en je bijdrage en je deelname aan deze sessie. Ulrike, hier op de bank. Allemaal inzichten over hoe je tot samenwerking kunt komen voor de flexibilisering van het onderwijs. Veel geleerd weer hier na deze sessie. Een vlootschouw. Dank u wel voor het kijken. Zie u graag zo meteen weer terug bij het plenaire slot. Dank u wel. Jongens, ik heb nog een agendapunt. We moeten nog die video opnemen voor de floatshow van de onderwijsdagen over edubadges. Graag 2 minuten. Ja, dat is hartstikke leuk, maar er is helemaal geen tijd voor. Hè. Het is onwijs druk met die lancering van het platform. En in oktober zijn we live gegaan, dus het was wel even te verwachten dat het een gekkenhuis zou worden. Ja, en ik word ook al platgebeld door die instellingen die graag willen aansluiten. Er is ook besloten dat de edubadges voor de hogescholen en de universiteiten in het basispakket zit. Dus voorlopig blijven we het nog wel druk houden. Oké, maar zo'n video hoeft niet ingewikkeld, hè? Dan leggen we gewoon even de basics uit. En dan laat je bijvoorbeeld de infographics zien. Dan zien mensen in ieder geval wat het is en hoe het werkt. Ja, maar dat is niet genoeg hoor. Mensen willen toch ook echt een indruk krijgen van hoe het platform er echt uitziet. Dus dan zou ik denken dat we er screenshots in het filmpje moeten stoppen. Bijvoorbeeld van de pagina waar mensen binnenkomen. Ja, en ook van de uitgifteomgeving. Want daar kun je dus zien hoe een docent een edubadge klaar kan zetten. En Sanne heeft ook van die mooie tutorials gemaakt, hè? Die staan nu op de website. Daar kunnen mensen dan zelf doorheen klikken. Oh ja, dat is waar. Waar kwam die precies? Super.nl/starten-met-edubadges. Daar hebben we ook alle stappen uitgelegd die instellingen doorlopen. Ja, en ik denk dat de mensen die voor het eerst van edubadges horen ook wel iets willen weten over de eerdere ervaring die we hebben opgedaan van de pilotinstellingen. Of misschien ook wel wat plaatjes van voorbeelden willen zien van de edubadges die zijn uitgegeven daar. Ja, dat had in die mooie Lessons Learned publicatie van vorige zomer. Ja, maar wacht even jongens, hallo, daar hebben we dus helemaal geen tijd voor. Wie moet dat filmpje gaan maken dan? We zijn toch gewoon hartstikke druk al, joh. En Sebas is met die privacy management spreken over juridische grondslag. Frank is druk met het mbo in gesprek. En Jenny, die heeft al een dagtaak aan het contact met de instellingen. Nou, Janina is die leergang voorbereiden en breekt met de bek niet open hoe druk Frans met de programmeurs is voor de laatste loodjes. Dat kan echt niet. Ja, weet je, we doen het gewoon helemaal niet. Laat mensen zelf maar kijken. surf.nl/edubadges. Zo ingewikkeld is het helemaal niet. Goedemiddag, mijn naam is Henk Poppen. Ik wil u meenemen in de ontwikkeling van de innovatieve tool SAME, Study Abroad Monitoring and Evaluation. Als studenten in het buitenland een cursus volgen, dan is het soms lastig achteraf te evalueren wat ze aan die cursus hebben gehad. We hebben daarvoor de tool SAME opgezet. Die geeft cursisten, andere cursisten die nog naar de cursus gaan, indruk hoe de cursus geëvalueerd is. Het management van de opleiding geeft het inzicht hoe het de studenten vergaan is. En dat betekent dat daarmee de kwaliteit verhoogd kan worden. We hebben eenzelfde tool ook uitgewerkt voor internships. AIM, Abroad Internships Monitoring and Evaluation.
En op die manier willen we grip krijgen op wat voorheen ja, eigenlijk een vaag en grijs gebied is. De tool is opgebouwd uit 4 onderdelen. Er wordt een evaluatie gevraagd van de voorbereidingen vooraf. Er wordt een evaluatie gevraagd van het tweede onderdeel, het verblijf tijdens de studenten in het buitenland. Het derde onderdeel, het hart van de tol, is een evaluatie van de gevolgde cursus op een groot aantal onderdelen. En het vierde onderdeel is een persoonlijke evaluatie. Waar was de goedkope huisvesting? Wat was de kwaliteit van de dienstverlening in de bibliotheek? Of wat waren leuke toeristische plekjes enzovoort. SEEM is daardoor doeltreffend, wat ik al zei, voor de 3 onderscheiden doelgroepen. Het geeft vlot inzicht. Inmiddels hebben we de data van zo'n 350 studenten hebben we bij elkaar, die zijn aan het evalueren. En die worden binnenkort ook gepubliceerd. Dus ik zou u willen vertellen, kom naar de workshop die ik hierover geef, zodat u nog wat rustiger de onderdelen kan zien die ik dan ook zal presenteren. Tot dan, dank u wel. Noordhof introduceert een nieuw innovatief leerproduct, StudieMeister. Waar je ook bent, met StudieMeister vind je al het studiemateriaal op 1 plek en studeert een student op ieder gewenst moment. Met deze slimme online leertool helpen we studenten om efficiënter te studeren en docenten gerichter les te geven. Klinkt goed toch? We leggen je graag uit hoe dat werkt. StudieMeister is een online lesprogramma, samengesteld door een docent. Dat betekent dat een student zeker weet dat hij precies leert wat nodig is om zijn studiepunten te halen. Bovendien betaalt een student alleen voor de hoofdstukken die worden gebruikt. Zo betaalt een student nooit te veel. Oké, handig. Hoe werkt dat? Vraag een account aan via de site. Als docent zet je een cursus klaar voor je klas. Daarna stuur je je studenten een unieke cursuscode. Deze code heeft een student nodig om toegang te krijgen tot het vak en de klas. Zodra een student toegang heeft tot de cursus, weet je zeker dat hij niks meer mist. Het enige wat een student hoeft te doen is de slides door te nemen, gevolgd door een oefentoets. De uitkomst daarvan maakt direct duidelijk waaraan een student nog tijd moet besteden. Kent een student het al voldoende? Dan kan hij zich gaan richten op de onderdelen die nog niet goed gaan. Dat is lekker efficiënt studeren. Ook handig, jij als docent monitort de voortgang van de groep en kan zien welke onderwerpen goed en minder goed gaan. Deze informatie geeft jou als docent input om de les zo effectief mogelijk in te richten. Ook werken met StudieMeister of meer weten? Ga naar www.studiemeister.nl/docenten en vraag direct een gratis proefaccount aan. StudieMeister. Gericht lesgeven aan geactiveerde studenten.